everybody. Ja, de oogst is altijd het resultaat van het hele teeltseizoen. En wat wij proberen is natuurlijk om zo duurzaam mogelijk, zo goedkoop mogelijk, zoveel mogelijk aardappels te telen. En om dat doel te bereiken, probeer ik door de hand van allerlei data te vergaren en die te analyseren om te optimaliseren. Maar er is nog allerlei data beschikbaar die we nog niet kunnen bereiken, waar ik wel een groot belang bij heb. Bijvoorbeeld nitraatrichtlijnen, bodemwaterrichtlijnen, noem het maar op. Er is bergen data die er is, maar die we niet kunnen benaderen. Kun je ook voorstellen dat er data is van anderen, bijvoorbeeld andere boeren die jij ze kunnen gebruiken of andersom? Dat boeren jouw data kunnen gebruiken of dat jullie een uitwisseling hebben? Ja, er is een heel duidelijk voorbeeld van is bodembemonsteringsdata. Die is eigendom van degene die het bodembemonster laat steken van zijn perceel. Maar ik huur heel veel percelen. En daar heb je niet de volledige gegevens over? Nee, ik weet niet eens of er gegevens van zijn. Dus een databank we creëren waarin staat waar overal bodemmonsters zijn genomen, zou al een hele goeie zijn. Sinds dat wij precisielandbouw doen, probeer ik elk jaar 1% meer netto aardappels te telen. En dat lukt vrij aardig. Nu telen wij rond de 50 ton aardappels netto, maar ik ben ervan overtuigd, als we kunnen optimaliseren, dat we richting 70 ton aardappelen kunnen. Waar zit het dan in? Is dat je... In de fouten die we eigenlijk maken. Hè? Ja. We maken gewoon veel fouten omdat we niet kundig genoeg zijn, dat we de grond niet goed genoeg kennen, de gewassen niet goed genoeg kennen en ook het groeiverloop niet goed genoeg kennen. Alleen ga ik het niet kunnen. Ik heb daar toch de universiteiten bij nodig en ook mijn afnemers. Kijk, nu wordt er niet extra voor betaald. Er gaat pas extra voor betaald worden als dit door meerdere boeren gebruikt gaat worden. En dan kunnen we daar ook de meerwaarde van verzilveren. Jacob is echt heel erg gepassioneerd, zowel over zijn vak als over het verzamelen van data. En ik vroeg me ook van, ja, waar haal je eigenlijk de tijd vandaan om je bezig te houden met al die moderne dingen? Het onderzoeken van hoe zit je grond in elkaar en welke middelen kun je inzetten? En zei hij, ja, dat is ook voor een deel begonnen als een soort hobby. Dus hij is eigenlijk zowel landbouwer als iemand die heel erg geïnteresseerd is in techniek en IT. Dat is natuurlijk een fantastische combinatie, zeker voor ons. Nou, als ik mensen, hackers of computerspecialisten kan motiveren om met die data aan de slag te gaan en om apps te bouwen die werken en ook makkelijk zijn voor de boeren, dan is hij al geslaagd.